Horizon. Wie achter de horizon wil kijken, loopt op zijn tenen. Maar de horizon blijft. Klimt in een boom, maar de horizon blijft. Bouwt een uitkijktoren, maar de horizon blijft. Peter is een ontdekkingsreiziger in de allereerste plaats. Een wetenschappelijk ontdekkingsreiziger. Mijn eerste indruk was dat ik dacht, nou, misschien is hij een beetje saai, maar hij had wel, zeg maar, iets leuks in zijn ogen. Hij zegt gewoon direct wat hij vindt en als hij kritiek heeft, heeft hij kritiek en als hij iets goed vindt, dan vindt hij iets goed. Maar dat mensen die hem niet kennen of zo, hij loopt wel zo. Hij is wel een grote man. Hij loopt dan wel zo door het gebouw en hij vindt overal wat van. En hij is natuurlijk de baas. Het feit dat hij taal en het brein is gaan onderzoeken, dat was volgens mij in die tijd dat hij begonnen is echt heel erg nieuw. Mensen die taal onderzochten, die waren helemaal niet zo geïnteresseerd in het brein. Hij is een wetenschapsorganisator en een wetenschappelijke ontdekkingsreiziger tegelijk. En dat is heel sterk, want daarmee is hij effectief. Als hij iets bedenkt, dan wordt het ook gedaan en dan komt er wat uit. Hij kan heel goed en snel schakelen en dat, ja, dat vind ik echt bewonderenswaardig. Je moet je hele leven ervoor geven om wetenschapper te zijn en om succesvol te zijn. Dat zie je duidelijk aan hem. Dat doet hij en met volle overgave. Dat draagt denk ik heel erg bij aan het succes wat hij heeft. Heel trots ben ik op hem, ja. Ja. De horizon blijft. Bouwt een uitkijktoren, maar de horizon blijft. Ontwerpt een mythe, maar de horizon blijft. Construeert een theorie, maar de horizon blijft. De wind om het hoofd, de omgeving die je tot je neemt. Maar tegelijkertijd ontstaan er ook vaak op dat soort momenten ideeën in je hoofd. En fietsen is voor mij een hele behulpzame manier om ook weer nieuwe ideeën te krijgen. Dus vaak krijg ik invallen en ingevingen en ideeën op de fiets. Wetenschap is topsport, maar tegelijkertijd zijn we natuurlijk avonturiers in de zin van dat we spelen wel een spelletje, maar het heeft geen vaste regels in de zin van hoe je uiteindelijk verantwoordt wat je gevonden hebt. Daar gelden in de wetenschap hele stringente spelregels, maar hoe je er komt, hoe je de nieuwe kennis verwerft, daar zijn geen spelregels voor te verzinnen. En daar ben je een avonturier, je bent als het ware in een oerwoud van een onbekend land en probeert daar een soort pad uit te hakken waarvan je hoopt dat je ergens terecht komt waar je een prachtig uitzicht hebt. Maar of je dat uitzicht zult krijgen, daar is geen garantie voor. Taal heeft mij altijd erg veel betekend. Maar natuurlijk, wat ik nu doe, heeft ook te maken met het feit dat dat voor ons allemaal heel veel betekent. Want wat zou de menselijke cultuur zijn zonder taal? Wat zou de sociale interacties die we hebben zijn zonder taal? Dus dat is een heel centrale functie voor ons allemaal. En in die zin is het niet alleen maar belangrijk voor mezelf, maar voor ieder. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook plezierig dat het harde werken wat je doet, dat ook niet helemaal onopgemerkt blijft. En ook op dit soort momenten dan de buitenwereld of de wereld van je collega's of de wereld van de wetenschap zegt van goed gedaan jochie. En nou ja, dat goed gedaan jochie, daar hebben we allemaal wel eens behoefte aan. Maar de horizon blijft. Construeert een theorie. Maar de horizon blijft gesloten als de gordijnen van een huis in rouw. En toch wil ik achter de horizon kijken.